Het mooie Zuid-Limburgse landschap bloeit in de zomer helemaal op. Mooi weer betekent in Zuid-Limburg ook veel mooie evenementen. Zo heeft deze regio een traditie waar het gaat om prachtige wielerkoersen. Denk maar aan de afgelopen weekend, het Nederlands kampioenschap op de weg. Daar vochten 's lands beste renners om de rood-wit-blauwe tricot. Dit soort evenementen trekken tienduizenden wielerliefhebbers. En die zorgen weer voor ongekende verkeersstromen. De ergernis over tijdelijke afzettingen en omrijroutes borrelt dan vaak op. Luister, bent u goed bekend? Ja, ik ben. Nou, rij zo even om. Ja, ben daar, ik ook al geweest. Dat postpunt daar, wat daar is, daar mag u oversteken. Ja. En het postpunt verder mag u ook oversteken. Oké, maar hier rechtdoor dan? Dat want dat niet. Is de kortste weg naar huis. Ja, dat weet ik. Aan het eind van deze weg rechts, daar woon ik. Ik ben al een kwartier aan het rondrijden om naar huis te komen. En ik kom gewoon nergens door. Dus dan aan alle kanten dicht. En ja, dat is gewoon heel vervelend. Dus er wordt op een gegeven moment een beetje kriegel van. Ik heb net die verkeersregel aangesproken en ja, je voelt jezelf boos, maar tenminste, ik voel wel dat ik tegen die meneer ook rustig moet blijven, want hij kan er natuurlijk ook niks aan doen. Maar het is vaak ook lastig om rustig te blijven. Nou, het allerergste is dus dat je meemaakt dat ze je willen van de weg afrijden. Dat is het allerergste. Die doorrijders hebben we ook al eens gehad. Beide. Nou, dan moeten we maar het nummer noteren en dan geven we dat door aan de politie. Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Gulpen-Wittem heeft er schoon genoeg van. Nou, je moet dan heel concreet denken aan een processie die gehouden wordt en waar vervolgens, ondanks het feit dat verkeersregelaars aangeven van hey, hou daar even rekening mee, grote groepen fietsers proberen door te fietsen. We hebben ook wel eens een incident gehad bij de voorbereidingstochten van de Nacht van Gulpen. Maar dat soort signalen krijgen we toch regelmatig. We hebben met het Openbaar Ministerie afgesproken dat als er concrete voorvallen zijn geweest, dat de straffen hoger worden. Dat is één. Ten tweede, bij de instructie vooraf, verkeersregelaars goed meegeven waar ze op moeten letten. Nummerborden noteren, getuigen verzamelen. Maar ook instructie van zorg dat je zelf heel correct optreedt naar omstanders. Bij het Korps Limburg Zuid is Jan Poels regionaal coördinator voor verkeersregelaars. Volgens hem is er een hoop te winnen door van tevoren toch een bepaalde selectie op de kandidaat verkeersregelaars toe te passen. Waar ik me vreselijk aan stoor, sommige verkeersregelaars, is de houding die ze aannemen als ze met hun werk bezig zijn. De laatste grote evenementen, Limburgs mooiste, hebben we meegemaakt dat we verkeersregelaars in de berm zagen liggen met een rood of een oranje hesje aan. Lekker van de zon te genieten. Dat zijn zaken waar de verkeersdeelnemer zich vreselijk aan stoort en die ook agressie opwekken in het verkeer. De agressie neemt volgens Jan Poels schrikbarend toe. Verkeersregelaars moeten sneller aangifte doen. Tegelijkertijd zullen zij ook meer flexibiliteit moeten tonen op de momenten dat dit kan, vindt Poels.